Om er in de toekomst voor te zorgen dat iedereen in de Randstad over voldoende elektriciteit kan beschikken, is een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380.000 volt nodig. Vandaar dat netbeheerder TenneT samen met het ministerie van Economische Zaken al jarenlang bezig is om een tracé te realiseren dat vanaf Wateringen naar een verdeelstation langs de A12 bij Zoetermeer-Blijswijk loopt en van daaruit verder gaat richting Beverwijk. Maar heel soepeltjes loopt dat niet. Omwonenden zien de komst van die masten als een groot bezwaar. Niet alleen omdat hun uitzicht daardoor verpest wordt, maar ook omdat ze bang zijn dat de magnetische velden die rond een 380 kV-verbinding optreden slecht zijn voor de gezondheid. Inmiddels hebben ze het voor elkaar gekregen dat een deel van het tracé ondergronds wordt aangelegd, waardoor de magnetische velden een stuk minder zijn. Een variant die vele malen duurder is dan de bovengrondse verbinding. De omwonenden hopen dat ze bij de Raad van State alsnog gehoor kunnen vinden voor de bezwaren die ze hebben.